Ik ben Rudy Aerts, accountmanager gemeente Tilburg. En ik heb een extra focus op de arbeidsgehandicapten. Sinds vorig jaar, 1 januari 2015, is de participatiewet ingegaan. En hebben wij als gemeente een belangrijke rol om de jonge gehandicapten te plaatsen naar werk. Het project De Sluitende Aanpak Jongeren houdt in dat wij op de scholen in het laatste schooljaar met arbeidsdeskundigen de leerlingen in beeld gaan brengen. Dus er komen klantprofielen, er komt heel duidelijk in beeld van wat speelt er bij de jongeren privé, wat is de ervaring op school. En dat wij in de laatste fase van het schooljaar begeleiden wij vanuit werkgeversdienstverlening de jongeren proberen vanuit de stage sluitend naar werk toe. En dat gaat succesvol. Ik ben Frank Hoetjes, ik ben docent en stagebegeleider binnen het Praktijkcollege Tilburg. Ik probeer leerlingen te begeleiden op weg naar de route naar de arbeidsmarkt in het laatste jaar van de school. Mijn rol binnen het project is om de leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten, Praktijkcollege Tilburg zitten, om die proberen te begeleiden naar een werksituatie, een arbeidssituatie. En mijn rol specifiek daarin is de verbinding te leggen tussen de leerling en het bedrijf, het toekomstige bedrijf van de leerling en de gemeente. Mijn begeleiding houdt in dat ik op bezoek ga bij de werkgever om de leerling eventueel bij te sturen in de taken die hij uitvoert en ook eventueel het bedrijf te ondersteunen in hoe zij de leerling het beste kunnen begeleiden. Ik ben Annemarie Rossau, ben hotelmanager bij Auberge du Bonheur. En in het hotel waar ik werkzaam ben, hebben we ook een afdeling housekeeping met een aantal dames die er elke dag voor zorgen dat alles hier spik en span is. De rol van Auberge du Bonheur in dit hele project is dat wij Isabel een stageplek hebben aangeboden. Dat heeft Isabel in dit geval ook heel goed gedaan. Zelfs zo goed dat wij haar een contract hebben gaan aanbieden. Nou, Isabel is hier begonnen als stagiaire, een jaar lang. Dat was voor mij ook heel erg wennen, want het was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik met een stagiaire werkte. Maar ik heb er ook veel van geleerd. Ik vond het ook wel goed gaan. Ja, het ging best vrij goed allemaal. Ze leerde snel. Ze pakte het allemaal snel af.